Frank en ik staan vandaag in Kellenstein op de 7 kilometer lange Rode Maan, die tot 1 uur 's nachts belicht is. Frank was vorig jaar niet vooruit te branden, dus we gaan kijken of dat nu beter gaat. Houd toch op, maar let's go. Toegegeven, deze keer heeft Frank gewonnen, maar dat is wel cool. Dat is een ruime voorsprong overigens, maar het scheelde niet veel. Maar hij is er open, dus probeer het vooral zelf.